Jullie vroegen mij om een stretch. Een mooie stretch die je eventjes kunt doen voor of na je workout. Nou, we kunnen staan stretchen, we kunnen zitten stretchen. Deze stretches die gaan we zitten doen. We gaan het hele lichaam eventjes bij langs. Eigenlijk maar heel kort, even 5-6 minuutjes. En nou, dit kun je eventjes na je workout doen of misschien voor je workout doen. Net wat je prettig vindt. Yes. Jullie mogen komen zitten. Voeten gestrekt. Tenen richting je neus. En adem je in. En dan adem je uit. En dan breng je zoveel mogelijk je neus richting je knieën. Je tenen die trek je naar je neus. En je knieholtes duw je richting de grond. Zo voel je rek in je hamstrings en in je kuiten. De meeste mensen die les van mij hebben, die weten dat ik dit echt een afschuwelijke stretch vind. Dit voelt inderdaad niet heel lekker, maar het is wel heel goed. Lekker voor je kuiten, voor je hamstrings. We houden vast. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Mooi. Mag je hier. Oh, ik zie dat ik een plekje in mijn broek heb. Goed, maakt niet uit. Plaats je voetzolen tegen elkaar aan. Rek voor je heupen. Je brengt je knieën naar buiten. Zoveel mogelijk richting de grond. En je mag je ademhaling lekker naar je buik brengen. Probeer langzaam en diep in en uit te ademen. Oké, doen we nog 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Dan moet je benen uit elkaar brengen. En dan kom je voorover zo ver als je kan. Je houdt vast. Je voelt rek in je hamstrings. Je adductoren. En je ademhaling is mooi laag in je buik. Hou vast. Nog 8. Nog 7. 6. 5. 4. 3. 2. En 1. Benen weer naar elkaar toe. Leg je rechter enkel op je linkerbeen. En dan trek je het been waar je enkel op ligt, trek je naar je toe. Zo voel je rek in je adductoren, je bilspier. En je houdt dit vast. Been waar de enkel op leunt, trek je zo hoog mogelijk op. Je schouders zijn mooi laag en je ademhaling is in je buik. We houden dit vast. Blijf bewust van je houding, van je schouders, je ademhaling. Voel de rek. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en laat los. Wissel. Andere enkel op de knie. Schouders weer mooi laag. Als het lukt kun je met je elleboog ook je knie misschien een klein beetje wegduwen zelfs. Dan heb je nog wat meer rek. Borst is op, schouders laag. Je rug mooi opstrekken. Goed die rek voelen. Blijf ademen. Hou vast. Nog 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Okay. Breng je benen naar de linkerkant.
Rechterarm omhoog. Dan buig je opzij. Lengte. Helemaal aan de zijkant. De arm is netjes gestrekt. Je maakt helemaal lengte. Rekken aan de zijkant. Vasthouden. Wanneer je inademt, voel je iets meer rekken. Je ademhaling is mooi laag. Oké, doen we nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En laat los. Zet je elleboog mooi neer. Pak je enkel. Voor rek op je bovenbeen. Ik zeg heel vaak, pak je bovenbeen, kronkelijk in de les. Pak je enkel. En duw je heup naar voren, want dan heb je wat meer rek op je bovenbeen. Hè? Goed, je hak, de hak naar je bil toe trekken. Vasthouden. Vasthouden. Dat is ook een hele mooie optie wanneer mensen dit staand minder goed kunnen doen. Hè? Je kan hier lekker bij liggen, dus je hoeft geen balans te houden. Hou vast nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Terug naar het midden. Andere kant. Eerste benen opzij. Hè? Arm omhoog. Hand mooi voorlangs. En maak lengte. Er zijn vele varianten om te stretchen, jongens hoor. Dit is een. Ja, eigenlijk een soort reeks die ik heel vaak in de les doe. In de Pilates les vooral. En ik vind het mooi in elkaar overlopen zo. De stretches. Voelt fijn. Denk eraan dat je goed lengte maakt. Hè? Helemaal lang maken. Goed rek aan de zijkant. Ademhaling zo laag mogelijk. Nog 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 en 1. Elleboog weer op de grond. Rek op je bovenbeen. Je pakt je enkel. Je duwt je heup naar voren. Wetenschappelijk bewezen overigens, hè, dat je van rekken, dat je daar minder spierpijn van krijgt. Maar het is wel zo, wanneer je je spieren meer op lengte houdt, en dat creëer je door regelmatig stretches te doen, dan zorgt dat ervoor dat je ja, beter, meer mobiel blijft. En dat je de rest van je trainingen ook beter en makkelijker uit kan voeren. Dus je bent daardoor ook gewoon minder gevoelig voor blessures. Heel belangrijk dus. Mooi, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Mooi, kom je zitten in de kleermaker zit. Gooi een half lotus. Breng je rechterarm voorlangs. Rek op de schouder. Schouder mooi laag. Ademhaling is in je buik en je blijft mooi rechtop zitten. Hou vast. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Wissel. Misschien vind je het fijn om deze stretch gewoon ook even te doen voor het slapen gaan. Kan ook, hè? Niet per se voor of na een workout. Misschien 's ochtends als je opstaat. Even bewust worden van je lichaam. Alles weer op lengte. Okay, we doen nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Oké, okay, laat los. Kom op je knieën zitten. Beide armen omhoog. En dan pak je je, ja sorry, doe je rechterhand tussen je schouderbladen. En dan pak je de elleboog vast. Misschien vind je het fijner om wat meer rechtop te komen.
ook. Soms voelt dat beter voor je rug. Goed aantrekken, rek op je triceps. Doe maar nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en wissel. Andere kant. Hand weer tussen je schouderbladen en aantrekken. Hou vast. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pak je achter vast. Aanbrengen. Je borstspieren. Armen goed achter. Hoog. Schouderbladen uit elkaar trekken. De rug rond. Vasthouden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Child's pose. Breng je voorhoofd naar de mat. Heb je handen langs je benen. Hou vast. Breng je ademhaling goed naar je buik. Zo laag mogelijk richting je bekken. Vasthouden. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Zo. Goed gedaan, jongens. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Laat even een korte reactie achter. Of even een like, of wat dan ook. En dan zien we elkaar gauw weer. Doei, doei!